Maar god, voor elke video ben ik weer zenuwachtig. Oké, begin dan maar. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer stijlhaar, want ik had gisteren een verlovingsfeest. En dan vind ik het altijd wel mooi om mijn haar stijl te maken, omdat het iets meer classy is. Het is niet helemaal mijn echte haar, maar laten we gewoon doen alsof het allemaal van nature is. Vandaag weer een hele leuke video. Het gaat weer vandaag over de Action Makeup, de Max & More Makeup. Ik zeg altijd Action Makeup alsof de Action een eigen lijn heeft, maar het is gewoon een make-up merk die wordt verkocht in de Action. Ik heb daar nooit echt bij stilgestaan, maar het is dus de Max & More is dus die make-up lijn. Dus het is niet Action Makeup, maar het wordt wel alleen verkocht bij de Action. If you get what I mean. Nou, zoals jullie weten heb ik al heel vaak Action video's gemaakt. Met onder andere dus Max & More Makeup. Hun hebben mijn laatste video gezien. En ze vonden die video zo leuk dat ze besloten om mijn make-up te sturen. En ik heb letterlijk de hele collectie gehad. Dus al hun make-up heb ik allemaal gehad. En het is echt superveel. Die doos ligt hier nou op de grond. Maar hij is gewoon te groot om in beeld te brengen. Dus ik heb een foto gemaakt die ik even hier in het beeld zal neerzetten ergens. Het is echt zoveel. Ik ben er zo blij mee. Dus ja, ik ga gewoon vandaag een full face make-up maken met al die make-up. Een aantal dingen heb ik dus al wel getest. Maar er zal ook wel veel nieuw zijn. Dus het is een beetje een mix. Maar het is in ieder geval een full face. En ik ga gewoon zoveel mogelijk gebruiken als kan. Want ik wil ook weer niet dat de video 40 minuten duurt. Laten we het op zijn minst onder de 20 minuten houden vandaag. Dus ben je benieuwd naar al deze betaalbare Action make-up? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Daar help je mij echt heel erg mee. Echt super erg mee om mijn kanaal te laten groeien. En dan gaan we snel door met de video. Oké, ik heb heel even snel mijn vorige Action video teruggekeken waarin ik deze foundation ook had gebruikt. En ik had dus de Satin Finish foundation gebruikt in de kleur Silky Beige. Nee, in de kleur Honey Beige, dat is deze dus. En ik vond het gewoon prima, de kleur was ook goed, de finish was ook gewoon naturel heel mooi. Dus ik ga vandaag de matte gebruiken. En dit is in de kleur Nashville Beige. Hij lijkt iets te licht, want deze is dus Honey Beige en dit was toch wel meer mijn kleur. En deze is toch wel iets lichter. Dus ik hoop dat ik er wel iets van kan maken. Oh, nou, ik zie hier dat ik er nog eentje had van de matte foundation. Dit is de soft beige. Dus ik heb nou de natural beige en de soft beige. Ik denk dat de soft beige iets donkerder is. Dus ik ga die aanbrengen. Oeh, hij ziet er wel licht uit. Hij is een tikkeltje te licht. Maar ik kan er wel mee werken, denk ik. Als ik het gewoon zo breng tot de nek. Maar ja, ik wil altijd iets donkerder zijn. Niet iets lichter. Maar ja, maakt niet uit. Nou, ik heb hem helemaal aangebracht. De kleur is iets te licht. Maar ja, daar kan ik niks aan doen. Mijn kleur is dus Honey Beige. Mocht je mijn huiskleur hebben. Hij is gewoon wel echt mat. Daar ben ik wel blij mee. Hij heeft een beetje een medium dekking. Niet volledig, maar ook weer niet heel licht. Hij smeert in principe gewoon goed uit. Het is gewoon een hele medium natuurlijke foundation. En ik vind deze even fijn als de Satin Finish. Dus voor mij gaat niet per se de voorkeur naar een van de twee. Ik vind ze allebei gewoon prima. Mijn wekker gaat ineens af. Oké, dan ga ik verder met concealer. Ik heb hem hier in 3 kleuren. Dit zijn de brightening concealers. Ik hou van brightening, want ik wil het altijd heel licht hebben onder mijn ogen. Ik heb hem dus, ik ga ervan uit in 3 kleuren. Ik heb hier 142 nude, 140 beige en 145 cent. En je kunt ook gewoon echt op de verpakkingen de kleuren zien. Dus ik denk dat beige te donker gaat zijn voor mij, want deze kleur ziet er echt heel oranje uit. De lichtste is cent. En nude is de op 1 na lichtste. Dus ik denk dat ik ga voor nude. Nou, en het is dus zo'n wit stiftje. Ik ben hier meestal niet zo'n fan van. Dit soort concealers zijn meestal niet heel dik. Zijn een beetje meer naturel. Het is maar jouw voorkeur waar jij van houdt. Ik hou altijd van hele dikke. Dus ik vind deze altijd niet zo heel fijn. Maar als je gewoon een naturel make-upje wilt. En je het niet allemaal zo heel dik wilt. Allemaal onder je ogen zijn dit soort concealers dus echt geweldig. Nou, de kleur is echt heel goed voor mij. Maar wat ik dus doe als ik al weet dat de concealer niet veel dekking gaat hebben, is gewoon iets meer aanbrengen. En dan is de dekking meestal wel gewoon oké. Al hoef ik niet per se heel veel dekking, maar ja, ik vind dat gewoon toch altijd iets mooier. Dat geeft toch altijd een iets meer smooth effect. Dan ga ik het weer uitblenden met mijn Queen Tarsi spons. Nou, ik heb hem helemaal uitgeblend. Ging super makkelijk. Zoals ik al wel dacht, is er niet heel veel dekking. Het is meer gewoon een beetje alledaagse. Dat je gewoon een klein beetje dekt. En je er een beetje frisser uitziet. En that's it. Als je toch misschien iets meer dekking wilt, heb ik hier ook de Max & More True You Conceal.
palette. En dan kun je misschien een van deze twee concealers eronder doen of zo. Of alleen deze opdoen of wat dan ook. Als je gewoon iets meer dekking wilt. Nou, dan ga ik mijn gezicht contouren. Want ze hebben nou ook contour sticks. En dit zijn de Maxamore Duo Contour Sticks. Ik heb hem hier in twee kleuren. In Dark Tan en Light Tan. Ik denk dat ik gewoon ga voor Light Tan. Omdat die kleuren toch iets beter matchen met mijn gezicht. Nou, en zo ziet de stick eruit. Er zijn dus twee kleuren. Met de lichte kleur kun je highlighten. En met de donkere kleur contouren. Ik gebruik dit soort highlight sticks nooit. Ik gebruik altijd alleen maar de contourkant. En je kunt zo van onderen draaien om het omhoog te krijgen. Dus ik ga deze gewoon zo aanbrengen. Nee, hij is niet te licht. Hij heeft ook gewoon een koele ondertoon. Dat is ook fijn als je contourt. Ik moet wel oppassen dat ik niet de lichte kleur pak. Hier bij mijn voorhoofd wil ik ook altijd. En dit ga ik dan ook weer inblenden met mijn spons. Nou, dit blendt heel makkelijk uit. Ik had dat niet verwacht. Kijk hoe snel dit gewoon blendt. Ik laat dit er gewoon precies zo in zitten. Ik ga dit niet versnellen. Zodat je gewoon kunt zien hoe snel dit blendt. Love it. Nou, ik ben echt onder de indruk van deze contour stick. Hij heeft het echt heel goed gedaan. Oké, dan ga ik highlighter aanbrengen. Nog voordat ik ga poederen. Want ik heb een highlighter stick en highlighter drops. Dus ja, het is niet echt heel fijn als je die op een poeder aanbrengt. Op zich kan dat wel, maar ik ga het toch even ervoor doen. Ik ga eerst beginnen met de sticks. Ik heb er hier drie. Ik heb 130 Gold Flash. Ik heb 133 Hot Sand. En ik heb 139 Rose Glow. Ik ga hier een stick aanbrengen en daar de drops. Omdat ik gewoon alles wil proberen. Ik ga van de stick 130 Gold Flash gebruiken. Omdat ik meer hou van een champagne gouden highlighter. Nou, zo ziet hij eruit. Super klein, super cute. Of ja, hij is niet echt heel klein. Maar hij is, ja, jawel, hij is best wel klein. Ziet er echt heel schattig uit. Wat ik altijd doe met sticks is eerst even op mijn hand om ze een beetje warm te maken. Oh, je kunt het dan pakken vanuit je hand en dan aanbrengen. Of gewoon gelijk met de stick. Ik ga het gewoon vanuit mijn hand pakken. Hij is super creamy. Omdat hij toch best wel creamy is, ga ik het gewoon gelijk zo proberen. En dan een beetje met mijn spons deppen. Kijk mensen, het is heel mooi. Het is absoluut niet een hele heftige glow. Het is gewoon meer zo'n glow alsof het gewoon je eigen glow is van nature. Maar ja, dat is het obvious niet. Ik vind hem mooi. Het is ook een hele mooie basis om onder een poeder highlighter te doen. I like it. Deze kleur is ook echt heel mooi. Ik ga het even proberen op te bouwen voor de mensen die toch iets meer glow willen. Echt super mooi. Als je hem opbouwt heeft niet echt nut. Hij wordt niet echt heftiger. Dus what you see is what you get. Dan heb ik hier de highlighting drops. De liquid highlighters. Ik heb de kleur 131 Bronze Goddess. Dat is de donkerste. Ik heb 138 Dreamcatcher. Een beetje de medium kleur. En de kleur 136 Starlight. En dit is een beetje een roze kleur. En ook van deze pak ik weer die medium champagne-achtige kleur. Dat is gewoon altijd de highlighter kleur waar ik naar neig. Oké, nou ik breng een beetje aan gewoon direct op mijn jukbeenderen. En dan blend ik het weer uit met mijn spons. Nou, ik zie al gelijk dat deze wat heftiger is dan die stick. Hij blendt ook iets moeilijker uit dan die stick. Misschien als ik het met mijn vinger blend dat het iets makkelijker gaat. Als je het zo gelijk aanbrengt, krijg je echt zo'n streep. Kun je dat zien? Oké, mensen, dit gaat stukken beter. Breng dit aan met je vinger. Wat net gebeurde was echt niks. Als ik één van de twee glows moet kiezen, ga ik voor die stick. Ik vind die stick het effect toch iets mooier. Maar ik vind deze absoluut ook mooi. Vooral als je het aanbrengt met je vinger. Oké, dit merk heeft verder geen losse poeder of zo. Of iets in die richting. En ook geen contourpoeder. Tenminste, ik heb hier geen contourpoeder liggen. Alleen die contourstick. Dus ik ga even mijn gezicht baken met wat losse poeder. Ik ga ook een beetje poeder contour aanbrengen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, nou daar ben ik weer. Nou stop ik heel even met het gezicht. En ga ik verder met de ogen. Maxamore heeft ook oogschaduw primers. Die heb ik al getest in een andere action video. En ik vond die niet zo goed. Dus ik ga die vandaag ook niet gebruiken. Ik heb hier wel nieuwe oogschaduwpaletjes. Ik heb twee soorten oogschaduwpaletjes. Ik heb deze quads met van die vier kleuren oogschaduw. Dit zijn vrij donkere kleurtjes. Ik vind deze groene hier met goud. Wauw. En ik heb hier drie oogschaduwpaletjes. In drie verschillende kleuren. De donkerste is 615 Hypnotic Earth. Dit zijn echt hele donkere kleurtjes zoals je kunt zien. Ik heb hier een beetje meer een roze-rood warm paletje. Dit is 608 Silk Glam. Deze zijn allemaal heel mooi en heel warm. En ik heb hier een beetje een meer groen-oranje soort van paletje. Die heet 612 Soft Sunset.
ideaal voor herfst, want het is nou herfst. Dus deze is echt heel fijn daarvoor. Nou, ik ga in ieder geval één van deze paletjes gebruiken. Ik ga er ook echt maar één gebruiken. Ik ga niet mixen, want als ik ga mixen en jullie willen de look namaken, moet je dus meerdere paletjes kopen. Ik ga gewoon één paletje gebruiken, zodat mocht je deze look willen maken of wat dan ook, dan hoef je maar één paletje te kopen. Ik ga denk ik voor deze. Dit was 612 Soft Sunset. Puur en alleen omdat het nou herfst is en ik hier wel een leuke herfstlook mee kan maken. Er zat ook zo'n applicator in die ik aan mijn moeder geef. Oké, dan pak ik eerst deze witte glitterkleur en met een penseelkwastje doe ik die weer onder mijn wenkbrauwen. Dan pak ik deze oranje matte kleur met mijn fluffy kwast. En die breng ik zo aan in mijn hele arcadeboog. Ik hou het vandaag gewoon lekker simpel, lekker snel. Gewoon een look die je gewoon snel kunt maken en leuk voor herfst. Dan pak ik deze matte kleur ernaast. Een beetje zo'n vieze groen-bruine kleur. En die doe ik ook in mijn arcadeboog. En dan ietsje onder die oranje kleur, want je moet die andere nog wel gewoon zien. Deze kleur is al iets minder gepigmenteerd dan die oranje kleur. Ik moet iets meer opbouwen hier. Dan pak ik deze donkerbruine matte kleur met een iets meer platte fluffy kwast. Dit is een beetje een platte kwast, maar ook een beetje fluffy. Ga ik die aanbrengen in de buitenste ooghoek. En die donkerbruine kleur doe ik ook onder mijn ogen. Op de onderste wimperrand. Helemaal van buiten tot aan binnen. En dan pak ik deze groene glanzende kleur. En met een platte synthetische kwast breng ik dit aan op mijn hele ooglid. Ik heb mijn kwast al nat gemaakt met fixing spray. Zoals ik altijd doe met glanzende kleurtjes. Oh, dit is een hele mooie kleur. Die groene kleur heeft wel een beetje fallout. De matte kleuren hadden dat niet, maar I don't care, echt. En dan pak ik weer die fluffy kwast van in het begin. Ik doe er verder niks meer op en dan blend ik het gewoon allemaal zo een beetje samen uit. Dit is gewoon hoe je alles snel kunt doen. En dan pak ik weer die lichte witte glitterkleur en met een klein kwastje doe ik die in mijn binnenste ooghoek. Nou, dit is dan de ooglook van iets meer close-up. De kleuren zijn goed te zien. Ik vind het heel mooi. Het blendt ook gewoon mooi aan elkaar. En dit is een hele leuke, makkelijke herfstlook. En dan vooral een makkelijke herfstlook. Nou, wat vind ik van dit paletje? Ik heb er een hele leuke, makkelijke herfstlook mee kunnen maken. Het enige wat ik iets minder vind is de pigmentatie. Het is allemaal niet super gepigmenteerd. Het groen had wel iets groener gemogen. Dat bruine vind ik wel mooi. Maar die ene groen-bruine-achtige kleur, die was ook niet heel gepigmenteerd. Die oranje wel. Maar verder, het blendt wel heel fijn. Dus vooral voor als je een beginner bent, zijn dit soort paletjes super handig, super fijn. Je kunt gewoon super snel een look ermee maken. En ik weet niet hoe vaak ik al super heb gezegd, maar dat is wel wat ik vind van dit paletje. Het is gewoon een oké paletje. Nou, qua eyeliner hebben ze de Max & Moore Gel Eyeliner. Ook deze heb ik al getest in mijn vorige action video. Ik vond deze prima. Dit was echt een prima gel eyeliner. Dus die ga ik gewoon even snel aanbrengen. Oké, dan mascara. Ik heb drie mascara's. Ik heb de Max & Moore High Definition mascara. Dat is deze. Ik heb eentje die erop lijkt, maar toch anders is. Dit is de Lash Extension mascara. Dat is dus deze. Ze lijken op elkaar, maar er staat hier een tekst en die laat zien dat ze verschillend zijn. En ik heb hier de mascara waterproof. Deze ziet er wel anders uit. Deze is iets kleiner of zo dan deze. Ik heb maar twee ogen, dus ik kan niet drie mascara's gebruiken. Dus ik ga twee gebruiken. Dus ik ga deze twee gebruiken. Die andere is gewoon waterproof. Dus mocht je een waterproof willen hebben, dan is deze handig voor jou. Ik ga de high definition aan deze kant doen en de lash extension aan deze kant. Nou, het verschil zit hem vooral in de applicators. Deze is een beetje gebogen en rond. Dit is dus van de lash extension. Dat betekent meestal dat deze vooral je wimpers heel lang maakt. En ik heb deze. Deze is een beetje curvy-achtig. Recht, maar dan curvy. En meestal geeft deze heel veel volume. Mijn vaste abonnees weten al, ik heb niet veel wimpers. Dat is altijd wel een beetje balen, want dan kan ik het eigenlijk niet echt heel goed laten zien. Maar goed, we moeten roeien met de riemen die we hebben. En ik heb gewoon niet heel veel riemen. Dat is zo'n domme grap. Nou, ik zie met deze niet echt veel gebeuren of zo. Ik ga de andere doen, de lash extension. Er zitten ook een beetje fibers op. Hopelijk komen die niet in mijn oog. Deze doet ook niet echt veel. Ik vind deze wel iets beter, by the way. Ik ga toch even deze waterproof ook gewoon aanbrengen. Gewoon over die andere. Deze ziet er zo uit. Deze is een stuk dikker dan allebei die andere. Nou, ik vind van de drie deze waterproof het beste. Je kunt het niet echt heel goed zien, because ik heb geen wimpers. Maar deze bracht wel het fijnste aan van deze alle drie. Toch vind ik ze alle drie niks. Ik zou het gewoon houden bij de Essence mascara's. Zijn even goedkoop en echt stuk beter. Deze zijn echt gewoon, nee.
Ik ga even snel nep wimpers opdoen. Ik ben weer zo terug. Oké, daar ben ik weer met mijn nep wimpers op en mascara op mijn onderste wimpers. Ik ga ook een oogpotlood aanbrengen. Ik heb hier heel veel oogpotloodjes. Ik heb hele kleurrijke. Dat zijn deze. Zijn twee blauwe kleuren en een bruine kleur. Ik heb hier drie zwarte. Ja, het zijn gewoon drie zwarte oogpotloodjes. Alle drie dezelfde kleur. En ik heb hier een koolpencil. Ook kleur 201 black. En die is ook 201 black. Wat is dan anders dan die andere? Hier staat op, bij deze van de drie staat op highly pigmented, intense kleur, bla bla bla. En deze is een intensify your eyes, automatic cool pencil met een smudger hier aan de onderkant en een puntslijper. Dus dat is het verschil tussen deze twee. Wat ga ik nou opdoen? Ik denk dat ik ga voor deze en dan voor deze bruine kleur. Ik ga hem even hier op mijn hand doen. Lekker scheef. Het is dus echt een bruine kleur. Hij is een beetje glanzend. Hij is niet helemaal mat. Ik ga hem even aanbrengen in mijn waterlijn. Nou, ik heb hem aangebracht. Het is inderdaad een beetje een glanzende metallic bruin. Ik had hem liever mat gewild. Maar ja, deze ook gewoon prima. Nou, dan ga ik mijn gezicht bronzen. Want de foundation was veel te licht. Dus ik kon niet wachten op deze stap. Ze hebben geen bronzers, maar ze hebben wel een soort van poeders die te bruin zijn voor mij. Dus die ga ik gebruiken als bronzer. Ik heb hem in de kleur 156 Soft Cashew. En in de kleur 152 Desert Beige. Dit zijn eigenlijk gewoon matterende poeders voor over je hele gezicht. Maar zoals je kunt zien zijn deze way te donker. Dus ik ga er gewoon mee bronzen. Even kijken. 150. Deze is iets lichter. Ik ga gewoon de donkerste gebruiken. Desert Beige. Oh, ik zie hier dat ik in mijn la al een bronzer heb van Max & More. Dit is in de kleur 156 Soft Cashew. Oh, dat is dus deze. Ik vind deze echt geweldig. Dit zijn de verschillen qua kleur. Die ik dus normaal gebruik is deze. Deze is dus iets roder. Nou ja, ik vind de Soft Cashew altijd heel erg mooi. Die is ook hier in mijn la. En alles wat hier bij mij ligt is ook wat ik echt gebruik. Alles wat ik niet gebruik doe ik daarachter in de kast. Dus dat laat wel zien dat ik die oprecht fijn vind. Ik ga gewoon vandaag de kleur Desert Beige gebruiken. Ook heel fijn dat dit mat is. Oh, hij is misschien toch iets te rood. Er komt hier altijd zoveel kleur vanaf. Oh my god. Ik vind deze bronzers echt geweldig. Ondanks dat het niet echt bronzers zijn, maar whatever. Er is geen lichte kleur, dus misschien zijn het wel gewoon bronzers. Ik weet niet echt, maar er staat niet echt op dat het een bronzer is. Ik vind deze kleur iets minder mooi dan die Soft Cashew. Dus ik ga liever voor deze kleur. Maar ik vind hem wel echt toppie. Oké, ze hebben geen blush, dus ik ga gewoon even snel een blush van mijn eigen gebruiken. Ik heb verder ook geen poeder highlighter van Max & More. Dus ik ga gewoon even mijn Essence Glow To Go paletje gebruiken. Om even over de highlighter te gaan die ik al heb. Ik pak deze gouden kleur. Deze is ook echt super fijn. Deze van Essence. Ook gewoon super goedkoop. Volgens mij iets van 5 euro of zo. Oké, en dan als laatste lippen. Ik heb echt super veel lipproducten. Dat is niet normaal. Ik kan ze natuurlijk niet allemaal opdoen. Maar ik ga ze wel even allemaal laten zien. Ik heb hier een heel pakketje met van die duo lipsticks. Met zo twee lipsticks erin. Dan heb ik hier deze lippalmpjes. In de vorm van een soort van heel dik potloodje. Ook weer drie van in 2, 4, 6 kleuren zijn dit allemaal. Dan heb ik hier drie metallic lipsticks. Ik hou niet van metallic lippen, dus deze ga ik ook echt niet opdoen. En dan heb ik hier ook weer drie pakketjes met lipglossjes. Deze hangt scheef. Dit zijn dus in totaal 6 lipglossjes. Ik hou van glossjes. Ik heb altijd droge lippen, dus ik kan niet genoeg glossjes hebben. Ik vind de kleuren ook heel leuk. Vooral deze kleuren lijken mij echt heel erg mooi. Deze wil ik wel even proberen. Ik pak ook gewoon gelijk de meest heftige kleur. Dit is 340 Wild Raspberry. En er staat op dat de lipbalm is. Dus die kun je dan meestal gewoon lekker zo snel aanbrengen. Ja, niet per se mijn kleur, maar ik vond het wel leuk om zo'n heftige kleur te gebruiken. Ik vind het ook fijn dat het in een potloodachtig iets is. Dat is lekker makkelijk aanbrengen en je hoeft geen lippotlood meer te gebruiken ofzo. Dit is gewoon heel makkelijk aan te brengen, makkelijk to go. Ik ga nu de kleur 342 Chanterella ofzo aanbrengen. Dit is een hele lichte kleur. Ze voelen heel fijn aan. Ja, ook weer een hele mooie kleur dit. I love it. Ik vind deze dingen echt super fijn. Gewoon lekker makkelijk mee te nemen.
Oké, dan heb ik hier deze lipstick sets. Ik heb hier een beetje een nude setje met een beetje wat lichtere nude-achtige kleurtjes. Dan heb ik hier een set met een beetje meer paarsige kleurtjes. Dan heb ik hier een felle paarse kleur en een hele felle rode kleur. Dan heb ik hier een hele felle roze kleur en een beetje een meer nude roze lichte kleur. Dan heb ik hier een beetje een iets donkerder kleur bruin en hier weer een lichte nude bruine kleur. En dan heb ik hier nog twee kleuren, een beetje een paarsige rode kleur en weer een andere rode kleur. En deze vier zijn allemaal mat en deze zes zijn gewoon normale lipsticks. Nou, omdat dit een beetje een herfstlook is, ga ik voor een bruine kleur. Deze heet Truffle en die ziet er zo uit. Ik zal hem even swatchen. En dit is dus geen matte kleur. Wauw, hij brengt heel fijn aan. Oh, deze kleur is mooi. Hij bracht echt extreem fijn aan. Wauw, Action is killing it. En ik pak de kleur 302 Rusty Rose. Die ziet er dus zo uit. Dit is iets meer een nude kleurtje, maar dan mat. Oh mijn god, kijk even hoe mooi dit is. Oh my god. Deze matte bracht wel iets troever aan, maar ja, mat is ook iets droger. Maar hij is zeker niet echt dat mijn lippen nou helemaal aan het uitdrogen zijn. Oké, ik heb weer even die bruine kleur opgedaan die ik als eerst heb gedaan. En dan pak ik de kleur 301 Naked Nude. Dit is een matte nude kleur. Ik doe die even hier in het midden. Die matten zijn echt een stuk stroever. Maar dit is dus die kleur. Ik weet niet of het echt gaat werken, omdat de kleur die ik op heb is niet mat. En deze is wel mat. Maar wat ik dus wil doen is deze in het midden doen voor een soort van ombre effect. Kijk, nou is het een soort van ombre lip. Dat leek mij wel leuk. Ik ga er ook nog een gloss overheen aanbrengen. Natuurlijk, want ik wil ook zien hoe die werkt. En ik ga deze kleur pakken. Deze beetje bruinige kleur. En het staat op gloss en shine. Oh my god. Nou, hij voelt en brengt echt precies aan zoals ik al in mijn hoofd had. Hij is vrij dik. Er is niet heel veel pigmentatie, niet heel veel kleur. Het is gewoon vooral heel veel gloss. Als jij houdt van heel veel gloss en echt glossy lips, vind je deze echt geweldig. Oké, nou mensen, ik heb echt super veel getest van Max & More. Alles is super betaalbaar en te koop bij de Action Obvious. En normaal bij dit soort testvideo's hou ik dan de make-up de hele dag op. En dan laat ik aan het einde van de dag weten wat ik van de make-up vind. Maar dat doe ik meestal vooral voor de foundation en de concealer en dat soort dingen. Maar omdat ik die dus al had getest in mijn vorige Action video en het daar al de hele dag op had gelaten, weet ik al wat ik ervan vind. En ik vind de foundation en zo echt prima. Wat vond ik vandaag meer? Het enige wat ik minder vond zijn deze mascara's. Die zijn echt bagger. Je kunt beter die van Essence pakken. En deze concealer. Hij bracht in principe in het begin best wel fijn aan. En hij maakte het ook echt lichter onder mijn ogen. Alleen hij is echt nu al aan het creasen onder mijn ogen. Gewoon nu al. En ik ben nog niet eens weggegaan. Ik ben ook gewoon hier op mijn stoel. Ik heb net mijn make-up look af. En hij creased nu al. En creasing is voor mij echt een no-no. Dus daarom is deze concealer ook echt een no-no voor mij. Wat ik echt heel erg mooi vind en de make-up die ik zeker aanraad is deze bronzer. Of wat het ook is, maar ik gebruik het als bronzer. Deze is echt super mooi gepigmenteerd. Perfecte mooie warme bruine kleur. Deze primer, ik vind alle drie die primers, want die witte vind ik ook fijn. Ik vind deze echt ook toppie, echt hele goede primers. En de lipproducten, echt deze lipsticks, echt mensen, love it. Ze brengen echt zo fijn aan, ik vind ze echt geweldig. Ja, en voor de rest was alles wel gewoon prima. Er is niks meer waarvan ik zeg super slecht of super goed. Ik plaats twee video's in de week, elke woensdag en zondag om 1 uur. En het zijn altijd leuke testvideo's en make-up video's net als deze. En omdat jullie natuurlijk meer video's van mij gaan kijken, zal ik het makkelijker maken. En alvast hier twee video's neerzetten die je kunt gaan kijken. En ik zal mijn dikke grote hoofd ook even hier neerzetten. Als je nog niet hebt geabonneerd, kun je daarop klikken om te abonneren. Want ik weet toch, je komt toch terug. Dus doe maar gewoon abonneren. Nou, tot de volgende video. Doeg!